Welkom bij een nieuwe aflevering van de Paddock Iedereen, de Formule 1 podcast van Play Sports. Uh, we zijn dit weekend nog eens naar Canada geweest. Tenminste, de Formule 1-piloten zijn er daar geweest. Wij zijn gewoon in België gebleven. Maar het was iets meer dan drie jaar geleden dat er nog eens gereced werd op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal in Quebec. Um, geen ex-team van Villeneuve bovenaan, wel opnieuw een Red Bull voor de zesde keer op rij al een overwinning voor de ploeg van Max verstappen. Maar zes keer op rij, dat is indrukwekkend. Maar het is geen tien keer op rij, dat is pas heel straf. En dat is exact hoeveel keer achter elkaar dat Sam de Jonge hier al naast mij heeft gezeten. Dag Sam. <laughs> hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hou je het nog vol? Absoluut, absoluut. Ik heb er altijd meer en meer zin in, dus dat is goed. Oké, okay, heeft er nog iemand van Cluzot in uw gat gezeten? <laughs> nee, nee, gelukkig niet. Dat is inderdaad iets dat ik dacht nooit te moeten zeggen. Van uh, kom uiters dus heeft u in mijn gat gezeten. Wat is gebeurd? Het is gebeurd. <laughs> het is gebeurd. Uh, zoals Erik van Looy zou zeggen, maar um, hopelijk de laatste keer dat was toch niet zo'n fijne ervaring. Oké, okay, wie heb je meegebracht vandaag? Um, ja, weer een kinder, he. iemand van het vaste team. Uh, we hebben al het hele ja, weekend gezeten En als je spreekt over ganzen, dan denk je aan uh, The Goose. En er is maar één met, met bijnaam The Goose, en dat is uh, Mark Goosens. Welkom. Dankjewel Sam. Dankjewel. <laughs> <laughs> mooi, uh, mooi bruggetje. Ja, Mark, jij is aangereden door, uh, door een zanger? <laughs> of door, door, door een muzikant? Uh. Nee, nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee. Dat is spijtig. De killers. Nee. De Foo Fighters. Er zijn er wel een aantal die... Eagles, <laughs> Maar nee, rijden die met een racewagen? Nee, dat, is dat, dat is de dat is... vraag, natuurlijk. Hè. Uh, we gaan het meteen hebben over de grote prijs van dit weekend. Uh, want uh, ja, We hebben hier heel het weekend samengezeten. Uh, wat vonden jullie ervan, van deze grote prijs van, uh, van Canada? In het, het hele weekend, en niet alleen gisteren. Oh, dat was een, uh, een afwisseling van... van uh... Sfeer vooral, vond ik. Zaterdag was er best wel wat animo, regen. Dat ervoor zorgde dat er toch wel wat spectaculaire dingen te zien waren. Gisteren was het veel minder spectaculair. Behalve die laatste 15 ronden dat er toch een beetje spanning kwam. Dus ja, het was een beetje afwisselend. Het had mooi geweest mocht het gisteren ook geregend hebben. Ja, denk je dat het meteen was begonnen gisteren, als het ook geregend had, als het zo nat was geweest gisteren als op zaterdag? Het is Formule 1 natuurlijk. Ja? Het zou wel eens een safety car startje kunnen geweest zijn. Alhoewel op zaterdag, ik vond dat gezien het water dat op de baan stond, dat de, de spray die van de wielen afkwam en dergelijke, vond ik eigenlijk nog meevallen in verhouding. Dus ik denk dat ze misschien wel op, na de qualifying in de regen zouden ze misschien de start zo wel doorgegeven hebben in Canada, denk ik. Want mm. okay, ze zijn daar wel veel voorzichtiger in geworden hè? de laatste jaren. Uh, ja, dat klopt. Uit auto's... Zijn ook natuurlijk meer en meer downforce gaan genereren. Dus die, die, die liggen gewoon dichter bij de grond. En dan heb je meer kansen ook op aquaplanning. Dus dat heeft er natuurlijk mee te maken. En, en veiligheid is denk ik blijven groeien. Uh, in de positieve zin dan. Maar in die zin van races te doen starten in tricky conditions. Uh, is het dan slechter eigenlijk. Dus uh, het is altijd iets dat de FIA uh, of de race directie beslist. En niet, niet zozeer de piloten. Want daar wordt zo vaak op commentaar gegeven: het zijn geen mannen meer. Um, Vroeger deden ze... Ik zou het pak open doen en eens kijken als je er toch aan twijfelt. Um, <laughs> maar, um, maar ik denk dat het wel degelijk mannen zijn, um, of vrouwen, nee, dat kan ook, uh, die, die leven hebben. Dus, pff, de piloten willen meestal wel racen, hè, maar het moet gaan en ze moeten toestemming krijgen. Dus, uh, maar er ja. moet ook iets te zien zijn. Hè, als we kijken naar Spa vorig jaar... Ja. Als je echt niks ziet, is het gewoon, is het gewoon onverantwoord. Dat het is gewoon een crashfestijn geweest. Hè? Ja, dat weet je. Ja, dat was absoluut onverantwoord op dat moment. Hè. De vraag is natuurlijk: wat doe je dan met publiek? Wat doe je met kijkers? Dat soort kunnen mm. komen andere belangen uh, aan te pas. Maar qua rijden was het niet te doen in Spa vorig jaar. En daarom dat ik ook daarnet zei: als ze in qualifying al in een natte omstandigheden hebben gereden, dan, dan kan het zijn dat ze laten starten op zondag tijdens de wedstrijd. Vaak is het zo dat het heel het weekend droog is en dan in ene keer tijdens de wedstrijd nat. Ja, dan uh, spelen ze op zeker en laten ze de safety car eerst voorop rijden. Mm. Um, de kwalificaties dan. Um, de omstandigheden maakten het extra interessant. Zijn er voor jullie rijders door de mand gevallen? Want jullie zeiden het ook heel het weekend van, ja, in zo'n omstandigheden komen de echte kwaliteiten boven. Dan zie je echt wie, wie extra goed aan het stuur kan draaien. Maar ik vond persoonlijk dat iedereen het goed heeft gedaan. Er zijn eigenlijk weinig crashes geweest. Ik denk enkel. Peres en dan Russell, die, die liedjes de, de bendenmuur heeft geraakt door die, die optie voor Slicks. Um, maar ik, ik, denk dat, dat, nee, ik denk dat iedereen het goed heeft gedaan. Ik was eigenlijk verbaasd ook wel dat die wagens zo stabiel bleven. Um, nee, nee, voor mij is er niemand door de ment gevallen. Enkel sterke prestaties vooraan het veld. Op tennis niet? Mag je niet meer verwachten van iemand die. Toch op die, op die wolk ja. leeft al een paar weken aan een stuk en die duidelijkheid van de betere wagens heeft. Maar als je iemand moet noemen, is het Perez. Maar, maar ik denk inderdaad, zoals Sam ook al zegt, als je in dat soort omstandigheden. dan ga je meer kijken naar de, de, degene die meestal achteraan zitten. van wie kan zich wel manifesteren, wie kan wel een goede resultaat neerzetten. eerder dan andersom. Uh, je gaat niet zozeer op zoek naar tegenvallende resultaten. tenzij iemand effectief eraf gaat of zwaar crasht. Um, omdat ze misschien te onstuimig zijn, omdat ze misschien te ver gaan zoeken. Um, bij Perez was het, ja, het is, het is een schoonheidsfoutje. Hè. Je gaat op zoek naar die limiet en het blokkeert het wieltje, en ja, dan richting de muur. Maar het was nu ook niet dat hij in één keer iets uh, dat fenomenaals ging proberen in nee. die remzone door, door 50 meter later te remmen. Dat was ook niet het <tus> geval. Dus uh, nee, ik, ik kan ook niet echt iemand aanduiden die, die enorm tegenviel. Mogen de Ferrari van teleurgesteld zijn in Carlos Sainz? Maar, tussen mm. aanhalingstekens, maar de derde plek. Want als je weet, Leclerc die start sowieso helemaal achteraan. Doordat, omdat hij die, die power units had laten vervangen, werd er nog meer naar hem gekeken. En uiteindelijk ja. moet hij zelfs vrede nemen met de derde plek. En laat hij, en laat hij is Fernando Alonso sneller. Maar ik denk persoonlijk dat, dat Carlos Sainz het enkel beter kan doen voor de Ferrari-fans. Hij heeft al wel een aantal foutjes gemaakt uh, dit seizoen. Is ook niet, niet op dezelfde pace als, als Leclerc. Dus in die zin denk ik dat het voor hem wel slim is om, om misschien een klein beetje onder de limiet te zitten. Om zichzelf een kans te geven in de race om van een goede positie te starten. En dan is derde prima. Um, en uiteindelijk wordt hij tweede in de race. Dus ik denk dat hij even die consistentie terug moet opbouwen. En een beetje credibiliteit terug bij de Tifosi en bij de Ferrari-fans. Voordat hij zegt: oké, okay, nu ga ik terug all-out. Plus voor zichzelf ook. Hij moet toch op een of andere manier comfortabel worden in die Ferrari. En ik denk wel dat dit weekend daarin een goede stap was. Ja, want die Ferrari-fans verwachten natuurlijk nog meer. Zeker na vorig jaar, want hij heeft een heel degelijk seizoen gereden, eigenlijk vorig jaar. Ja. Als je dan ziet hoe Leclerc uit de startblok is geschoten dit seizoen, dan is het niet onlogisch dat ze daar zeggen: van Carlos, het is, op, het is ook tijd dat jij nu wel eens wat meer laat zien. Ja, dat klopt, maar ik denk. Ja, ik denk toch ook dat hij best wel goed gereden heeft in qualifying. Want je mag Alonso niet onderschatten. En daar komt dan weer dat talent met ja. een net iets mindere auto naar boven, ervaring. Dus dat hij op die eerste rij komt te staan. Hij was heel het weekend al goed bezig. En dan die natte omstandigheden hebben hem nog extra geholpen. En de vraag is natuurlijk ook, ja, we hebben Leclerc niet zien rijden in qualifying. Hij heeft de eerste, het ja. eerste deel meegereden. Dan heeft hij misschien wel heel verstandig de handdoek gegooid tijdens qualifying omdat hij wist dat hij achteraan moest vertrekken. Dus er is ook geen rechtstreeks vergelijk met Sainz. Dus ik vind het we weekend... Ja, we hebben eigenlijk het echte potentieel niet gezien van die nee, van, Ferrari van, van hem niet. En dan kan je de vraag stellen, heeft Sainz dan de limiet van de auto gehaald ja, of niet? Uh, moest Leclerc wel gereden hebben en was drie tiende trager, ja, dan hadden we het nu over dit onderwerp waarschijnlijk niet gehad. Dus... Ja, zwaar. Uh, ja, ik, ik vind het moeilijk inschatten uh, hoe goed dat die prestatie was van Sainz. Is het ook moeilijk in te schatten hoe goed de prestatie van Alonso was? Ja, die was gewoon subliem. Ja. Wat een krak. Hè? Want ja, we, hebben het hier al, we hebben het hier al vaker ja. gehad over ja, de motivatie. Als je wat naar het einde van je carrière gaat, en dan hebben we het vaak over Sebastian Vettel. die daar rondrijdt. Maar ja, dit is niet meer de Sebastian Vettel die we vroeger hadden. Hè, die uh, gecrispeerd was, die, waar heel veel vuur in zat. Ja. Hij rijdt rond en hij doet het graag. Maar het is, er zijn andere dingen nu belangrijker. Of zo lijkt het voor Vettel Bij Alonso is het enige wat telt nog altijd zo snel mogelijk gaan. Hè? Ja, maar ik denk als Vettel. In die Alpine zou zitten op dit moment. Dat hij misschien ook wel die, die drive zou okay. hebben om te zeggen van dat moet kunnen. Uh, hij weet gewoon met die Aston op dit moment is er gewoon ja, niks aan te vangen, hmm. bij van spreken. Maar dan heeft hij dat nodig. Dan heeft hij dat nodig om te voelen dat het kan, om het uiteindelijk ook te doen. Allee, hij heeft, hij heeft dat nodig om zichzelf te motiveren, eigenlijk hè? Wel. Ja, en, dat is, hij... dat, en dat is natuurlijk dat is het onderdeel waar ik me dan vragen bij stel. Moeten die piloten die dat nodig hebben van een auto, moeten die nog in de Formule 1 zitten? Want puur kwalitatief, duidelijk wel, Vettel kan nog mee. Is trouwens al een best, best goed seizoen bezig, zeker in vergelijking met Stroll. Maar moet je niet gewoon vanuit jezelf intrinsieke motivatie hebben? Want en dat is natuurlijk op jonge leeftijd, wanneer je alles wil bewijzen. Want kijk naar Alonso bij McLaren. Die auto ging ook niet vooruit. En je hoorde de frustratie constant. Je zag die ook gewoon in elk interview dat hij gaf. Dat zijn lichaamstaal was heel duidelijk, die liep daar. Super gefrustreerd rondom dat hij vooruit hmm. wou. En dat gevoel heb ik bij Vettel niet. Nee, maar ik denk toch dat het nog moeilijker is om die. Om die... Ik denk dat hij de motivatie wel nog heeft. Okay. Um, voor een stuk toch? Ja. Maar ik denk dat hij zich er ook wel bij neerlegt dat die auto het niet kan. Anderzijds, hij heeft ook geen Ocon naast zich om, om zich aan op te trekken. Want ja, ik bedoel, we spreken altijd over Alonso. Maar, maar Ocon doet eigenlijk best wel iets goeds ja, ja, ja. met die Alpine. Ja. En als je dan ziet wat dat strol doet in die Aston Martin naast Vettel, ja. daar kan je je niet aan optrekken. Dus ik denk dat er een, een aantal redenen zijn waarom dat iets al dan niet zichtbaar is. Maar ja, ja de mentaliteit is ook verschillend. Hè. Vettel is geen Alonso. Van Alonso weten we dat hij die, dat die er altijd voor gaat en, en met eender welke auto. Dat dus... maakt het wel plezant dat Alonso mm. dan toch nog altijd in de Formule 1 is. Hè? We hebben het al, ook al vaker gehad over jonge gasten die een kans moeten krijgen. Tuurlijk. De oudjes tussen aanhalingstekens er misschien dan uit moeten. Maar als je ziet met hoeveel goesting die nog rondrijdt en hoeveel kwaliteit daar nog in zit, hebben we eigenlijk geen recht van spreken op dat vlak. Nee, het is inderdaad dubbel. Hè. Ergens wil je daar zo het vuur zien bij de jonge generatie die nog alles te bewijzen heeft. De eerste polepositie, eerste Grand Prix win, eerste punten überhaupt. Um, en dan hopen op ooit een titel. Dus dat is leuk om dat vuur te zien branden. Maar aan de andere kant heb je die oudere generatie, zoals Alonso, die dan terugkomen naar de Formule 1 en die ook niets te verliezen hebben. Nee, die, kunnen eigenlijk gewoon, die zijn er eigenlijk gewoon om te spelen op een professionele manier. Dus die durven ook veel meer in uitspraken, wat ze doen met beslissingen in races en in quali. Dus dat zorgt in, een, in de hele gecontroleerde omgeving waar Formule 1 is, misschien nog wel een beetje voor leut. Om het zo te zeggen. En dat is, dat is op zich goed. Mm -hmm. uh, nog een paar andere die... Het goed gedaan hebben, die boven zichzelf uitgestegen zijn. En dan denk ik in de eerste plaats aan Mick Schumacher. Heel goed weekend gehad in ja. Canada. Onder de druk waar dat hij onder staat. Heeft hij volgens mij heel goed gepresteerd. Hij heeft natuurlijk tegenslag gehad in de wedstrijd dat die auto het niet volhoudt. Um, maar ik denk dat dit de eerste keer is dat Schumacher uh, op dit niveau laat zien. Waar dat het het zo staat. opvalt. Ja, absoluut. wat ja. Ja. heeft dan die peg op zondag? Maar dat is jammer voor hem als je zo'n weekend hebt, zoals Mark zegt, dat is het super jammer ja Hij zei iets van: het is zoals een, een cakebakje, maar zonder de frosting erop. <laughs> inderdaad, een cake zonder die frosting is inderdaad ook niet echt heel, heel, heel goed. Dus je snapt wel ergens oh, die voldoening is niet helemaal volmaakt geweest. Maar toch geloof ik dat, dat hij er genoeg uit kan halen. Uh, het, het is iets anders dan een fout maken op zondag. Eigenlijk is dat erger. Ook al heb je dan zelf het in handen, nu is het gewoon een externe factor. Het heeft niet met zijn kwaliteiten te maken. Hij heeft niet te veel risico genomen. Dus hij moet niet aan zichzelf twijfelen. Hij kan dat gevoel van zaterdag meenemen. En wat trouwens ook wel, vond ik wel ergens opvallend is om te zien: zijn vader was ook extreem goed in de regen. En dat was het eerste moment dat ik dacht: zo, ah, dat is, is zo'n tikkeltje Schumacher-gene. Uh, uh, dat we misschien ervoor nog niet echt hebben zien bovenkomen. Maar dit was toch wel duidelijk. En Oh, een zeer goede prestatie. Ja, en zien Magnussen. Ja. ja, inderdaad. We, we hebben het altijd over die andere Haas. Bij wijze van spreken. Ja. Die staat er geregeld. Maar nu, nu, in deze extreme omstandigheden. kan je echt laten zien als rijer. wat dat je waard bent. En ja, ik vond het heel mooi wat hij deed uh, uh, in qualifying. Want ja, ze zaten dicht bij elkaar. En dat misschien, was, ook, misschien wel de eerste keer. Ja, misschien ook voor, voor Schumacher wel die bevestiging die hij ook nodig had ergens. Na een paar moeizame weken. na kritiek van Gunther Steiner. die daar blijkbaar voor de vingers is getikt. Door de baas bij de Ferrari. Ah, zo, ja. ja, blijkbaar moet hij uh, zich wat meer koest houden tegen, ja, tegen Schumacher. De brand, de brand Schumacher, de naam Schumacher, moet natuurlijk zijn waarde behouden. En uh, Gunter Steiner is toch een veel bekeken figuur. Ja, zeker. Ja, drive to Survive. Ergens moet je die vrij laten in wie hij is. Hè. Ik bedoel, dat is Gunter Steiner. Dat is ook ergens de credibiliteit van, van die persoon. Wow. Ik denk dat Ferrari niet te hard moet panikeren op dat vlak. Nee, dat denk ik ook niet. Maar, maar het, is, het is wel mooi voor, voor Schumacher om, om te zien dat hij. Daaraan kan weerstaan. Al de chaos die er rond gebeurt, houdt hij zich niet mee bezig en, en hij is gewoon ja, uit op resultaat, net zoals alle anderen. En het is, nu laat hij zien dat het niet alleen maar door zijn naam is dat hij, dat hij in de Formule 1 zit. Ik vind ook dat hij een hele rustige indruk altijd geeft. Poist, zoals ze dat in, in het Engels zo mooi zeggen. Er is heel veel maturiteit in hoe hij zich gedraagt voor een jonge gast die nog altijd maar is een tweede jaar in de Formule 1 zit. Als je dat dan vergelijkt met een Tsunoda, dat is een tik in de tijdbom. Als hij dan hoort praten met zijn team, dat, is, ah nee, dat ploft soms langs alle kanten. Schumacher, die, ja, is dat opvoeding? Is dat door de dingen die mm. je van zijn pa gezien heeft? Is dat zijn natuur? Het kan een combinatie van alles samen zijn, natuurlijk. Ik denk dat het ook niet makkelijk is om met zo'n naam te moeten leven. Sowieso niet. Ja, als je ziet wat pa en onkel allemaal gepresteerd hebben in de autosport, je, bent, je wordt al bekeken. Op een bepaald moment van, gaat hij het ook kunnen. Ik ken bijna niet anders. Ja. ja, Het zou, het zou ja, niet passend zijn. Ook niet moest hij heel. Turbulent door de paddock uh, ja. uh, heen lopen, denk ik. Uh, dus het is een beetje ja. Uh, ik heb zo ooit nog mensen gekend hè, die, die een belangrijke of een grote naam hadden en die ook liever onder de radar bleven omdat ze niet zeker waren: van kunnen we wel mm. de verwachtingen inlossen? En, en, maar ik denk dat hij heel goed met zijn job bezig is en dat heeft hij dit weekend laten zien. Zeker als je zoon bent van een van de allergrootste ooit, kijk ja. naar Axel Merks. Mm. Zo'n van Eddie Merks, dat was ja, ook. Minder goed dan de vader. Niet, <laughs> Niet onlogisch als zijn vader de beste aller tijden is. Ja. Maar dat zorgt voor zoveel druk om dan zeker als je in dezelfde sport gaat. Absoluut. En in het geval van, van Mick Schumacher ook nog. Mm -hmm. dus het klinkt onnozel, maar in, in de autosport telt dat hè, diezelfde initialen. Dat doet altijd nog een extra belletje ja. rinkelen. Bij Axel hebben we er niks aan gemerkt. <laughs> oh, wow, de eerste man? <laughs> Maar ik, ik nee, denk het klopt wel, hè, want het gebeurt in, in heel veel sporten dat ze er altijd maar uitgaan. gaan. Maar ja, het is de zoon van, dus het zal allemaal wel lukken. Evers was net hetzelfde. Hè. Ja, Harry, Stefan en nu Liam. Er wordt ja. sowieso verwacht dat hij he? het gewoon maar gaat doen. Ja. Dat, is niet, dat is niet zo voor de hand liggend om dat allemaal nee. in perfectie uit te voeren. Ik denk wel inderdaad die houding dat hij heeft door, en hoe hij zich beweegt door de perro, dat dat toch een stuk opvoeding is. Schumacher, Michael Schumacher was zelf een heel trotse. Rijder en persoon. Dus denk ik denk dat hij wel op zo'n gedecideerde manier is opgevoed. van allez, als je in de Formule 1 raakt, dan gaat hij ook wel gedragen. En als je hem een beetje vergelijkt met, met andere piloten in de paddock, vind ik hem een beetje een Carlos Sainz-figuur. Ja. Slim, uh, ga niet zweven. En dat is iemand dat wat meer tijd nodig heeft, maar die kan zijn eigen wel craften naar uiteindelijk een piloot te zijn die heel competitief is. Dat zal nooit een Verstappen zijn of, iemand, of een Alonso met echt een rauw, rauw talent. Maar je ziet dat je er zo kan komen. Hè. Uh, kijk nou Sainz, Ze rijdt voor Ferrari, doet het op zich goed. Dus ja, ik denk dat Mick Schumacher eerder van, uh, ja, bij die categorie hoort. En bij Ferrari geloven ze blijkbaar ook nog altijd echt in Mick Schumacher. Denk je dat ze die effectief nog in hun team willen als rijder? Ja, voor de naam sowieso. Commercieel zou het geniaal zijn. Ja, ja maar ik denk dat ze bij Ferrari ook daardoor kunnen kijken als ze ook naar het sportieve gaan zien. En, en ik denk dat die daar ook wel een rol van betekenis kan spelen. Maar dat weet je pas als die in een Ferrari zit, hoe snel dat die effectief ja. is. En, en ja, misschien is hem wel beter dan Science. Ik weet het niet. Daar moet intern nog over gepraat worden. Ik denk dat allemaal, Science moet dat toch ook ergens voelen of weten? Ik denk dat het allemaal wel, wel geëvalueerd wordt. Hè. Dat is wat Formule 1-teams doen: hè. data bekijken en nog eens bekijken en nog eens bekijken. Dus ze zullen wel ergens toegang hebben tot wat data van Mick uh, om te assessen: van hoe is zijn progress, uh, hoe rijdt hij, hoe reageert hij, hoe, hoe denkt hij in de auto. En dat is allemaal belangrijk, want als je in een Ferrari terechtkomt, dan zit je in een positie dat je kan meestijden voor een overwinning. Maar dan ben je ook plots onder de aandacht van, van Italië. En dat is, dat, dat is wat je moet kunnen. Hè? Dus ik denk dat ze dat, heel dat plaatje wel zullen evalueren, stap voor stap. En als zij het moment juist achten, why not? Mm. Bij Haas, ja, wel opnieuw een wagen die uitvalt. Die, uh, die cascap, het gaat echt een groot probleem worden daar. Hè? Los van het feit dat ze al minder geld hebben dan alle andere teams, komt dit er nog eens bij. Het verschil was ook heel groot tussen zaterdag en zondag als je keek naar Magnussen. Was hij vijf denk ik, op zaterdag na de quali? Ja. En zondag eindigt hij als zeventiende. Ja. ja, maar andere omstandigheden. Hè. Weer, Tuurlijk. We zitten weer met nat weer, droog weer. Um, Plus driver error wel een beetje hè. bij Magnussen, vind ik. Openingsronde met Magnussen. Ja, mijn... openingsronde ja, ja, misschien wel. Uh, anderzijds, ja, ze zijn op dit moment gewoon niet competitief genoeg met die auto in nee. de drogen. En, en dat zagen we heel duidelijk gisteren, dat, mm. die, dat die gewoon wegviel. Ze hebben ook nog geen upgrade oh. gedaan he, trouwens, nee. het enige nee. team. Gaan ze dat doen? Ja, ze gaan het wel doen, maar ze stellen het uit net om die kostkappen. Ik bedoel, dat zien we bij, zelfs bij Mercedes. Je kan niet zomaar dingen gaan ontwikkelen en proberen, want dat kost elke keer geld. Dus je probeert zo goed mogelijk inschatting te maken dat als je een onderdeel uiteindelijk wil ontwikkelen en meenemen en testen en op de wagen zetten om te gebruiken dan hoop je dat je ver genoeg ontwikkeld bent om dat te gaan doen. En je gaat dat niet in, in een early stage, in een vroeg stadium van die ontwikkeling, ga je niet zeggen, oh, we, gaan al, we gaan al eens zien wat de juiste richting is. Je hebt gewoon veel minder kansen. Dat vind ik op zich wel iets, vind ik, vind ik een goed effect. Als je kijkt naar de hele kost. Dat is, dat is wat ze wilden bereiken. Dat is zelfs die topteams, niet zomaar, we gooien er geld tegenaan. Laten we, want dan was Mercedes waarschijnlijk al veel veel dichter gekomen en nu is het echt de struggle om er te geraken. Hè. Ze moeten twee keer nadenken voor ze effectief ja. iets gaan doen. Uh, nog één naam die ik had opgeschreven uh, over die kwalificatie van zaterdag, uh, dat is Zhou uh, Yu. Q3 gehaald, in zijn eerste jaar in de Formule 1. Die laat geen onaardige dingen zien in een wagen die gemiddeld is. Wat moeten we zeggen van die Alfa Romeo? Afhankelijk van het circuit iets meer dan gemiddeld, ja. denk ik ja. soms. Ja, en dan komen we weer terug op het verhaal van de stratencircuits. Uh, of straatachtige circuits, hè? want dat was het dit weekend toch ook weer in, uh, in Canada. Vind ik, ik denk dat de echte vergelijken pas komen op circuits zoals Silverstone en, en uh, Spa. Ah. Ik bedoel, dat zijn banen waar, dat je, waar dat je en waarschijnlijk een aantal teams wel met die upgrades ziet komen. Uh, want waarom zouden ze dat doen voor die stratencircuits? Er is geen enkele reden voor. Uh, maar inderdaad, ik denk dat uh, zijn kwalificatie was gisteren, of uh, zaterdag, was, was zeer goed. Um, ja en ik zie hem toch op regelmatige basis goede dingen doen dus ik vind wel dat hij zijn plek verdient mm. sowieso <laughs> oh <ho. lacht> ze zijn twee heel schoontjes al vandaag uh, <laughs> uh, nee, ik, nee als ik er ook nog iets over mag zeggen uh, nee, liever, liever, los, los liever, liever, van de hele slechte hem op <laughs> um, ik, ik, ik heb het er wel voor eerlijk gezegd want uh. Ik bedoel, er is zoveel gezegd geweest over een Chinees in de Formule 1 te brengen. En die neemt de verwachting daarvan, of bijna misschien de hoop van mensen: van oh, het typische geld en die markt moet er ook zijn. En die, moet in, en die piloten dan grandioos falen. Dat is absoluut niet het geval. Ze hebben natuurlijk ook niet zomaar iemand gekozen. Dat was iemand die in Formule 2 al goed presteerde. Dus ik vind dat hij het knap doet. Uiteindelijk zit hij als een bot als iemand die. Al die jaren als de snelste of de beste of de meest complete, hoe dat je het ook wilt noemen, uh, piloot in de is gereden naast Hamilton. Dus hey, Bottas zit op zijn beste moment in zijn carrière, het meest compleet. Als je dan daarnaast zit en je, je doet het beter tijdens het negende weekend. Maar ik vind ja, dat wel echt Botta's knap. Bottas is heel goed gestart aan het seizoen. He. Ja. Was maar echt heel goed, hè? He. Komt een klein beetje naar beneden. Maar, typische maar, Bottas. Maar zeggen, het moet wel. Ja, de Chinezen die, die, die staan er natuurlijk ook allemaal op te kijken en de verwachtingen zijn heel groot voor hem. Maar hij trekt zich wel helemaal op aan, aan Bottas en hij ziet dat hij dat het kan bij het begin van het seizoen. Dus nu zie je hem ook progressie maken. Er mm. komt natuurlijk ook meer en meer ervaring bij voor hem. Hè. Elke Grand Prix is, is, is extra ervaring. Dus ja, ik moet, uh, ik moet toegeven, ik ben, ben van hem ook wel positief verrast. Hè. Vooral als je ziet, in het verleden waren er al rijders die kwamen uit India, Maleisië. Dan had je ook die indruk van: wat gaan die komen doen in de Formule 1? Die hebben niet diezelfde background. Uh, nu, de meesten zijn in hun opstapklasse wel opgegroeid in Engeland of, uh, of hier in Europa en zijn niet ginds in Azië gebleven. Uh, maar vroeger was, als je Japaner was, dan kon het. De Chinezen, Maleisiërs en, en Indiërs, daar hadden ze vraagtekens bij. Maar ik denk dat hij nu wel een stempel drukt. Ja. En wat als ploegmaat hebben? Ik denk dat er ergere dingen zijn ook. Hij heeft altijd tweede dvo gespeeld bij, dus bij echt, Hamilton. Echt wel een nice guy. Ik denk dat ook. Dat denk ik wel. En ik denk dat het ook wel iemand is die zo uit vaderfiguur durft spelen. En niet en, en zo denkt van als ik te veel prijs geef, dan word ik ingehaald. Dus denk het, ik weet het niet zeker. Maar ik denk niet dat hij zo ultra competitief in elkaar zit. En dat hij ook wel ergens het team wilt Dat hij weet dat dat enkel werkt als je de twee auto's um, alleen naar voren kan brengen. Dus, maar ik vind het wel opvallend dat Bottas. Dat is iemand die zichzelf heel hard oplaadt tijdens de winter. En dat is, dat is dan echt zo'n krachtbommetje. En de eerste races komt dat tot uiting. Maar dat is ook iemand die zo'n klein beetje. Voor water. Ja, die, die leert dan zo leven. Die leert dan zo met de realiteit van dit is waar we zitten. En zo'n klein beetje motivatie verliest om zo mee te pushen. En dat was bij Mercedes heel vaak zo na het, begin, het seizoensbegin. En dat gebeurt een beetje op dezelfde manier, denk ik, nu bij Alfa. Uh, rijden jullie eigenlijk graag in de regen? Zeer graag. Ja? Ik ook. Ja, Le graag. Leuker dan in droge omstandigheden? Dat is een andere challenge, maar, maar dat heeft ook te maken met, uh, met hoe dat je bent grootgebracht. <tie> Mijn vader stond erop uh, in de winterperiode, als het regende, als het, uh, als het sneeuwde, zelfs gingen we de baan propen ja. vegen voordat we mochten rijden. Dus uh, er waren er ook uh, destijds die zeiden, nee, nu regent het, gaat binnenkort toch weer mooi weer worden, dus je hoeft nu niet te trainen. het uh, is de beste leerschool, is rijden in de regen. Uh, om een idee te geven, mijn vader gaf me de opdracht om om mijn kartje op terechtstuk 360 graden rond te draaien en verder te rijden. Ik bedoel, daar, daar creëer je een gevoel mee en daar creëer, creëer je een bepaalde techniek mee die, die, mm. ja, die draag je mee de rest van je leven. Ja, ik heb uh, de Jean, de vader, menig keer langs de kant van de baan zien staan met zijn piloten die hem coachten dan in karting. Z zijn leven riskerend, hè? Ik bedoel, in nette condities. Je kan er altijd afschuiven, zo. Hier moet je remmen. Dus dat is een beeld dat ik heb onthouden zelf veel in de regen te rijden. Maar ik denk dat dat klopt. Het ding met regen is, je zit veel sneller op de limiet. En om in het drogen op de limiet te komen, moet je ook lef hebben en durf hebben. En moet je al ten eerste snel genoeg gaan om überhaupt bij de limiet te komen. Dus je kan in de regen veel sneller je skillset opbouwen en veel sneller een gevoel opbouwen voor hoe ver kan ik hier gaan, dan dat misschien in het drogen kan. Um, dus ja, het is, het, is, het, is, het is een totaal andere manier. Hè? Absoluut. Maar het is wel echt puur trainen. Het is niet dat je een bepaald talent gewoon hebt om in de regen te rijden. Ah, ik, denk, ik denk vanaf een bepaald niveau hebben ze allemaal talent. Ja, het, dat is, waar. het is gewoon, ja, hoe ga je ermee om? Destijds in de kartsport bijvoorbeeld hadden wij meer feeling in de regen dan bijvoorbeeld de Italianen. Maar die hadden niet zo vaak ja. de kans om, ah, ja. om in de regen te rijden. Ik weet nog dat er op een bepaald moment circuits in Italië werden natgespoten. om, om de piloten toch een bepaalde training te geven. En dat zijn dingen die... Het vraagt talent, maar het is vooral de feeling die je moet krijgen dat je weet hoe het aanvoelt als je grip hebt of verliest. Wat wel heel duidelijk is geworden nog eens afgelopen zaterdag, met deze Formule 1-wagens, als het zo nat is, dan kan je geen grip vinden met slikbanden. Dat was heel duidelijk. Dat was even slikken voor onze George. Maar voor ons minder, omdat... Natuurlijk, wij zitten hier in de studio. Um, het is niet hetzelfde als, 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 als tijdens de kwalificatie in de Formule 1 wagen zitten en het moeten doen. Maar voor ons was het heel, heel duidelijk: van, dat kan absoluut niet. Die eerste sector is, is zo tricky, zelfs in het droge zie je dat ze dan een grip zoeken. Laat staan dat het regent. Dat het, de hele eerste sector was klits, klits nat. Ik bedoel, je hebt in die bochten amper downforce, want de snelheid is te laag, dus om dan nog eens te zeggen, nou, ik kan op een slick proberen die eerste sector te doen en sneller te rijden, allee, voor mij ligt dat totaal... Ik, ik snap de redenering, omdat er een stuk van het circuit ja. kreeg een droog spoor. Maar anderzijds, de stukken die nog nat lagen, kwam er nog zoveel spray van de wielen af van de auto's, dat, dat je gewoon moet beseffen, dat dat is niet haalbaar. Bocht één bijvoorbeeld, aan, aan de apex, er stond gewoon één grote plas. Dus ik wil maar zeggen, er, er was gewoon veel te veel. Wat. Ik bedoel, als ik een pitstop ja. zou gemaakt hebben, was het om een uitwissel te monteren op de hele Sliks. <laughs> ik, ik, ik vond het echt gewoon. Ja, ik vond het echt te ver gezocht. Waarom zegt dat de Wolf dan good call, George? Ja, dat is toch. Is dat puur even om gewoon mentale opsteker te geven van je, hebt, je hebt ballen getoond, je hebt een risico durven nemen. Dat is een goede call, Maar het was eigenlijk een slechte beslissing. Maar het is, het, is een, uh, het is een sterke call, hè? maar het was gewoon een hele foute call. Het was ja, dapper. Het was dapper. Dat is eigenlijk het juiste woord. Het was heel dapper om te vragen: mag ik alsjeblieft op Sliks ja. Maar Eigenlijk al hadden ze toen moeten zeggen: nee, we denken niet dat de situatie er zich toe leent. Want hmm. het, was, het was gewoon, ja. Het, het, nu, het... We zitten in de studio. Maar, en inderdaad, als je dan ter plekke bent, zijn er een aantal factoren die je, die je meekrijgt die wij nu niet zien. Ja. Maar hetgeen dat we nu zagen, daar kon je gewoon. Kon Overduidelijk. Je... Overduidelijk zeggen van nee. Maar is toch vreemd voor een team als Mercedes dat die touwtjes zo strak in handen heeft? Maar ik denk dat Mercedes die voor de overwinningsstrijd zou dit nooit toelaten. Ze zouden nooit een toppositie op het spel zetten. Maar ze zitten een beetje in, in een experimentele fase waar ze zoiets hebben van. Ma, weet je, maar als het lukt, poppositie. Dus die hebben zoiets van: Weet proberen maar, um, maar. Het ding is: ofwel heb je aerodynamische grip nodig, ofwel mechanische. In troog heb je beide. Maar als het net is met een slick, heb je enkel de, de aerodynamische eigenlijk. Dus als, de als je in een bocht komt met zo weinig snelheid dat er geen aerodynamische grip is door de te lage snelheid. En Inder is geen mechanische, want je rijdt mensen liek op een de baan. Dan 1 plus 1 is 2. Ik denk dat dat een heel logische conclusie is. Dat dat gewoon niet werkt. Dus ik vond het, ik vond het ook zo, strong call. Ja, dat is hetzelfde zeggen als je was heel consistent. Je hebt tien ronden dezelfde rondetijd tijd gereden, maar dat was wel consistent traag. Ja, dat is ook niet goed. Hè? Ja. Ik vond die radioboodschap van Russell wel opvallend. Maar op een heel positieve manier, van, ja, ik heb niks met vierde, vijfde of zesde worden. Die mens die gaat echt niet veel geduld hebben om wereldkampioen te worden. Hè. Als zijn auto iets competitiever wordt. Die gaat niet gewoon alle bottas rustig naast Hamilton staan en zeggen: Doe maar Lewis. Nee. no way in hell dat hij dat gaat toelaten. Hè? Nee, en dat, dat klopt ook. Het siert hem dat hij die, die gedrevenheid heeft. Ja. Maar je moet die hebben op de juiste momenten. En <laughs> dit was gewoon een heel fou ja. moment. Ik, 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 ik begrijp het nog altijd niet. Nee. Echt niet. Nee, nee. Wat, niet. Als, wat als Hamilton er volgend jaar mee stopt? Hm. Wat doen ze bij Mercedes? Zoeken ze dan een, een sterke andere piloot? Of gaan ze dan op zoek naar een. Een brave die ook nummer twee wil zijn naast nee. George Russell. Want het is, wel, het is toch overduidelijk, wat we ook al even weten, maar nu helemaal bevestigd is. Russell is de toekomst van Mercedes. Hè. Daar gaan ze echt, volgens mij, de komende vijf jaar alles op inzetten. Ja, maar ik denk niet dat ze nu zo vroeg in dat proces al zouden kiezen voor, voor een, een tweede viool. Ik denk dat, dat ik denk het is net goed is dat Hamilton er nog in zit. En, en hopelijk voor George Russell blijft hij er nog in. Want dat is de benchmark. Het zal altijd de benchmark zijn. En ja, als hij. Zich daar dan kan optrekken, daar nog een stuk van kan leren. Want oké, okay, je hebt het, 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 het intrinsieke talent van George Russell en de ambitie enzovoort. Dat heeft hij van zichzelf, daar heeft hij Hamilton niet voor nodig. Maar de uitdaging van een wereldkampioen te kloppen, maar ook hoe dat je naast de wagen omgaat met, met ingenieurs en met het hele team, bedoel, dat, dat is het onderdeel dat we van Hamilton niet zien, veel te weinig zien in, in heel de broadcasting en eigenlijk ook niet in Drive to Survive. Maar dat is een, een cruciale factor van zijn succes, denk ja, ik. Maar het is de werkwijze, het is het, het complete verhaal dat je moet zien. En daar kan Russell absoluut mm. nog gigantisch veel leren van Hamilton. Um, ja, hopelijk krijgt hij die kans, hè, want, want we hebben het allemaal al gezegd: hij heeft absoluut talent. Uh, maar Hamilton is iemand die, die heel sterk werkt ja. uh, op en naast het circuit. En, en daar kan je veel van leren. En is ook iemand die blijkbaar een hele goede osteopaat heeft. <laughs> Misschien moet jij er eens langs gaan. Ja, die rug die was uh, helemaal in orde. Niks aan de hand, zei je tegen hem. Sorry, maar ook achteraf. niet zeggen dat we het niet hebben gezegd. Nee, hebben Vorige gezegd week maandag in de podcast. Ik en probeerde hem nog te verdelen. Ja. En, 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 en het klonk wel een beetje lullig van onze kant. Want hoe makkelijk is het om dat te zeggen als je in een IKEA-zetel zit. <laughs> um, <Ja. laughs> maar, um, maar nee, ik heb gewoon bij Hamilton... Ik ben absoluut fan van wie hij is als rijder en wat hem allemaal bereikt heeft en zo. Geen twijfel. Maar hij is nu eenmaal iemand die graag inspeelt op een opportunistische manier, wanneer hij het kan. En dat heeft hij ook gewoon gedaan. En Toto wolf doet dat ook op, op, op dezelfde manier bijna. Dus ik vond het niet helemaal um, credibel of geloofwaardig overkomen. En ik denk dat gisteren, hoe dat hij daar stond voor de camera met die micro, zo smiling, en hij heeft er zelfs niks van gezegd. Hij heeft zelfs geen moeite gedaan om te zeggen van... Oh, ik heb een beetje, ja, ik heb een beetje last. kreeg ik, ik de vraag. How's it back? out? Oh, it's okay. It's good. <laughs> ja, oké, okay, gast. Dat is toch heel bizar? Ja, ik weet het. In een maar week tijd. We, ja, ik Toch weet niet. het, maar we, we kennen hem ondertussen. Hij heeft, uh, heeft een bepaald uh, uh, showgehalte dat hij meedraagt. En nu moet je wel opletten: Baku is niet hetzelfde dan het uh, nee. circuit in Montreal. Hè. Dus Sorry. het zal Ginder ook wel, wel ...erger, steviger geweest zijn. Zeker met dat gigantische rechte stuk in Baku. Het was de meest extreme ja, versie ja. van hem. Ja. Absoluut. En, ja. en dan moet je wel zeggen van... Oké, okay, hij zal het kinder wel gevoeld hebben en nu niet, maar inderdaad, hij, hij brengt het op een, op een bepaalde manier waar je denkt van... Ja, Oké, okay, moet dit nu, maar... <laughs> uh, dat is zijn persoonlijkheid. Ja. Ja. Uh, we hebben wel inderdaad minder gehoord van uh, dat stuiteren. Uh, nochtans, zijn er maatregelen of gaan er maatregelen, ma maatregelen getroffen worden? Uh, je hebt ze in de studio hier kort kunnen uitleggen, Sam. Je had daar denk ik 35 seconden voor. <laughs> nu, heb nu heb je de tijd van de wereld. Wat gaan ja. de van de FIA, wat gaan ze allemaal proberen ja. door te voeren? Het is een beetje een complex verhaal. En ik ben natuurlijk geen ingenieur. Ik zal het op, op de manier leggen dat ik het begrijp en, en wat er. Duidelijk is gecommuniceerd. Wat ze voor dit weekend hebben gedaan, is hebben gezegd van um, je hebt de auto, je hebt het chassis, je hebt de vloer die aan de zijkant dan eigenlijk zichtbaar is. De vloer van de wagen en die is vastgemaakt aan het chassis met een soort van ijzeren draadje, zoals ik gisteren zei. Een draadje op, op Twitter zeggen ze vaak, een draadje. draadje Dit is een draadje over een ijzeren draadje. Een draad daar, draad, draad. Een draad, je kunt er niet op stappen ofzo. Dat is een bobaan. <laughs> um, maar dat, 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 dat kabeltje um, ja, dat houdt die vloer eigenlijk recht, maakt die iets stijver en dan hebben ze gezegd van oké, okay, je mag er een tweede kabeltje voor zetten, ook gelinkt aan het chassis, om iets meer naar voren uh, bij de wagen, ook de vloer stijver te maken en als die minder flext, kan je lager gaan, want het is het flexen van die vloer dat die wagen nog meer naar beneden trekt en wat een de-purposing-effect geeft. Dus dat, dat was eigenlijk een oplossing voor Mercedes. Het ding was, ze maken dat bekend tijdens ze al gearriveerd zijn in Canada en wat zien we daar? Een Mercedes buitenrollen met letterlijk de bevestiging op de vloer om dat kabeltje te zetten. Alle teams zeggen: kan niet dat, dat, dat je dat al had geïnstalleerd, want ze wisten niet dat het mocht. Dus daar was al een beetje controversie. van: had Mercedes. Al info gaat voor dat uh, de directive, de technische um, bulletin naar buiten is gebracht. Dan een tweede ding was, dan zei hij: ja, wat we gaan doen tijdens deze Grand Prix, tijdens de practice sessions, gaan we kijken bij alle wagens hoeveel beweging dat er is, hè? Um, verticale beweging eigenlijk, en we gaan zien dat we daarna een soort van Kader maken voor elk team, en dat je zegt: je mag zoveel beweging hebben. Dat betekent, bij één team is het harder dan bij het andere team. Dus bij Mercedes bijvoorbeeld, die beweegt heel veel. De Red Bull beweegt niet heel veel. Dus de Red Bull zal lager kunnen gaan dan de Mercedes. Dus dat is eigenlijk wel een goede manier om het te meten. Nu dan werd er gepraat tussen alle teammanagers en teambazen, en werd gezegd van ja, tot de wolf zei: ja, we moeten gewoon met alle wagens omhoog. Er is een heel makkelijke manier om de purposing te stoppen. We gaan gewoon omhoog met de wagen. Natuurlijk, dat zou in de hand spelen van Mercedes en dat zou natuurlijk het competitief voordeel van een Red Bull, van een Ferrari, die eigenlijk een betere wagen hebben gemaakt met het wetboek dat ze hadden, zouden we dan wegvallen. Dus de FIA is slim geweest en die hebben gezegd we gaan niet alle wagens een minimum ride height geven. Uh, we gaan zeggen, er is een maximum impact, een lage impact ratio, zoals ze zeggen. Dus de ratio om te meten hoe hard de wagen eigenlijk die die beweging mag maken, hoe hard hij de grond mag raken. Um, en dat is veel eerlijker. Want op die manier kan Red Bull blijven rijden hoe ze rijden, kan Ferrari blijven rijden hoe ze rijden. En het is het eigenlijk aan Mercedes om te zeggen... Oké, okay, wij moeten binnen dat window van beweging zitten. Dus als wij daar niet mogen overgaan om geen penalty te hebben, dan moeten wij hoger. Want dan heeft het geen nadeel voor de andere teams. En dan worden ze ook trager. En dan worden zij trager, maar dan wordt de rest niet trager. En dat is wel een heel fijne manier, vind ik wel, om te meten... Van waar moet je met die wagen nu gaan doen? Alleen, het is veel complexer dan, dan, de, dan het lijkt misschien. Dus je moet daar ja, echt al onderzoek naar doen. En nu is het al verschoven van het dit weekend te doen, of heel de meting te doen, naar Silverstone. Maar ze hebben gewoon niet genoeg tijd. Dus er is, er is heel veel controverse, een stuk politiek tussen de teams die zeggen, Mercedes overdrijft, dramatiseert, om eigenlijk een oplossing in de hand te spelen die je hen helpt. Um, terwijl ze eigenlijk er niet, terwijl Ze kunnen omhoog. En de andere teams buiten Mercedes zeggen. Ja, wij willen gewoon blijven rijden hoe wij rijden, want we hebben jullie probleem niet. Het is wel goed geprobeerd van Toto Wolf natuurlijk. Hè? Om te zeggen. Ja, alle teams natuurlijk. moeten omhoog. Ja, nee. Natuurlijk is dat goed geprobeerd en daar staan ze ook voor gekend bij Mercedes. Ze gaan het altijd op die manier uitzoeken. En trouwens heel goed uitgelegd Sam en, en, op niet, zo, en, en niet op heel veel meer tijd dan, dan gisteren. Um, maar er, en er valt ook weinig aan toe te voegen. Maar waar komen we terug op neer? Dat is dat Mercedes gewoon een slechte auto heeft gebouwd in verhouding met de andere teams ja. en dat wisten we al. Alleen. Van het moment dat die jongens uh, het zicht kwijtraken, dat ze hun benen niet meer voelen omwille van pijn in de rug, of wat het ook mag zijn, en hoe het ook gebracht wordt door de verschillende rijders, uh, vind ik het goed dat de FIA optreedt, dat ze mee op zoek gaan, ja. dat ze de studies willen doen, maar dat is niet iets dat je op een week tijd gaat doen. En de conclusie blijft nog altijd dezelfde. Als Mercedes van de porpoising af moet, dan moeten ze hoger gaan rijden, worden ze nog trager. De enige manier waarop ze een klein beetje dichter komen is lager te rijden, dan wordt het gevaarlijker. Dus de... de er is heel veel om te doen, maar eigenlijk staan we nog altijd op dezelfde plek dan drie, vier wedstrijden ja. geleden. Uh, dat is van wat kan Mercedes nu gaan, nog gaan doen aan upgrades? Of waar gaan ze hun design moeten veranderen naar de toekomst toe om terug competitief te zijn? Want dat zijn ze op dit moment gewoon niet. Het gaat nog interessant worden de komende week. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat, uh, gaat gebeuren allemaal. Ja. Want als je kijkt, ook wat ze nu gedaan hebben dit weekend. Het was niet onaardig. Lewis Hamilton die staat op het podium. George Russell was, wordt vierde met een slechte wagen. Ach, het is, het, ik vind voor ook, ik vind dat zo vreemd om te analyseren want in ons hoofd er wordt altijd gesproken over Mercedes doet het slecht maar uiteindelijk zijn ze nog altijd wel beter dan al die andere teams dus zo'n slechte wagen maar de verwachtingen hebben ze niet. zijn ook gewoon zo hoog als ja. is een team dat sinds 2014 hm. elk jaar gedomineerd heeft ja. elk jaar hadden ze de beste wagen vorig jaar wordt verstappen wereldkampioen oké okay, maar het is toch hm. altijd wel de wereldkampioen bij de constructeurs en als je jarenlang domineert ja, dan creëer je automatisch verwachtingen hè. en dan denk je zelfs met nieuwe regels Mercedes zal ook wel iets vinden en dan schrik je ervan dat een team als Mercedes dat zo'n reputatie heeft dat ze daar niet in slagen. Ja, maar dat is hetgeen dat zichtbaar is voor iedereen, want ze hebben lang zo gedomineerd. Maar dat getuigt nog maar eens van hoe goed dat ze bij Red Bull en Ferrari hun huiswerk hebben Ook, gemaakt. Ja. Red Bull die staan er nog steeds, die waren vorig jaar op een bepaald niveau. Uh, misschien niet op hetzelfde niveau dan, uh, dan Mercedes, maar hebben heel goed ingespeeld op de nieuwe reglementen. En degene die dat volgens mij het beste hebben gedaan is Ferrari. Die beginnen nu natuurlijk wel wat, wat problemen te krijgen met die betrouwbaarheid. Maar de competitiviteit van die Ferrari is. Pure performance is ja, zijn zij. Het beste. Ja, je? staan er gewoon. Ja, ja. uh, vraagje. Um, Hamilton zegt het vaak. Verstappen zegt het nu ook ineens elke keer. Hoe geweldig het publiek is. <laughs> ja. Als je in een auto rijdt die 340 per uur gaat. die belachelijk veel lawaai maakt. hoe hard voel je dat publiek? Hoe hard hoor je dat? Muziek, hè. Lawaai uh, vind ik dat niet. Maar nee. Let op, publiek hebben is. Uh, kijk naar voetbalwedstrijden. Een stadion dat vol zit of een stadion dat half gevuld is, geeft niet dezelfde sfeer. En inderdaad, Tuurlijk. zij horen het, hè, maar de, dat geeft toch een bepaalde vibe. En ja. je ziet en voelt het publiek wel Daarom, als je rijd, Vraag hem oprecht af: hoe hard voel je, het als je, ja, je voelt zo dat als je voelt dat het Ja, wel. Je voelt en, dat wel. En Formule 1 is natuurlijk ja, aan bekendheid aan het winnen. En, en er zijn een pak meer mensen die alles volgen. Uh, wil dat nu zeggen dat elke keer er een micro aan staat dat je de mensen moet bedanken om te komen? Daar <laughs> ben ik ook niet echt van overtuigd, hè, want ze beginnen het allemaal te doen. Dat was trouwens hetgeen waar dat het verstappen nog uh, verschillend was met, met, met Hamilton die bijvoorbeeld. Persoonlijkheid, bericht, ja. Dat was die persoonlijkheid. Hij krijgt nu ook natuurlijk zijn, uh, zijn coaching en, en ze proberen hem ook een beetje in die richting te duwen. Um, maar je voelt het wel. De vibe, uh, de vibe van een goed gevuld huis is, uh, ja. is merkbaar. Wij zaten vorig weekend in Brands Hatch met de, met de Euronascar. Mm. Er waren 45.000 mensen. Op een klein circuit ja. zoals Brands Hatch, dat geeft gewoon een bepaalde vibe. Uh, er, er is een sfeer. Uh, je mag niet vergeten, je bent er ook een heel weekend. Hè. Tuurlijk. Het voilà. moment dat je in de auto zit met helm op, en dat je die mensen niet hoort, is ja. eigenlijk minimaal in verhouding met het totale weekend. Dus het, het feit het, het, dat je doet dat doet weet, dat wat, je het ja. daarvoor en daarna dat je dat gevoelt, ja, het hele weekend, absoluut. dat. Ja. Dat voelt dat het is eigenlijk. de wetenschap inderdaad in je hoofd dat je, dat je weet dat iedereen er zit, is de sfeer voor je in de wagen instapt op de grid, ja. doorheen de paddock toekomen op circuit ochtends, avonds weggaan. Ja, ik kan echt wel begrijpen dat dat voor Formule 1 piloten leuker is als er een positieve sfeer is en dat er heel veel fans zijn. Maar ik vind ook, ik denk ook dat dat is het ironische ervan. Ik denk dat fans meer fans zullen zijn van iemand die. Um, 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 een bold statement zegt, een eigen mening, persoonlijkheid durft tonen, dan vier keer dank u te zeggen. Dat is zo'n zwak afkooksel. Dat is wat ah. Verstappen zo speciaal maakte, ook naast de, naast de wagen. Hè. Dat is, ja, en Norris ook. Die ja, ja, durfde iets zeggen. Dat cheeky. Langs de andere kant, na alles wat we gekend hebben in de wereld, hè, van problematiek en, en dan vooral de pandemie en, en heel het coronaverhaal, Waar de mensen niet mochten komen. Ze komen nu wel terug. En ze ja. betalen ook de tickets ervoor. Hè. Dus ja, je mag ze ergens wel bedanken voor, voor ja, de inspanningen die ze doen om te komen kijken. Maar je mag het natuurlijk niet overdrijven. Eigenlijk moeten ze elke grote prijs nog altijd die mensen bedanken die vorig jaar naar Spa zijn geweest. Ja, die, die, ze... moeten el, die moeten elke grote prijs opnieuw bedankt worden. Dank jullie wel dat jullie achter in de regen hebben gezeten. Tja, elke dat, keer en ze zouden toch gecompenseerd moeten worden. <laughs> dat, <En lacht> dat is hallo. toch een schandaal? Dat, dat is het schandaal. Dat, het schandaal van Spa is niet. Er is niet gereisd. Het schandaal is gewoon wat er achteraf mee is gebeurd, gewoon niks. En ook, nul communicatie. Niks. Doe dan gewoon transparant. Vertel aan de mensen hoe moeilijk dat, dat is. Vertel hoe die deals een beetje in elkaar zitten. Geef, geef even, even wat info, wat je mag geven. Van, jongens, zo makkelijk was het niet, maar geef mensen een argument om volgend jaar wel terug te komen en niet te zeggen van... hier. Het, het probleem is dat de paddock en de rijders en de teams worden sowieso al zo erg afgeschermd. Hè. Dus de mensen kunnen er al niet bij. En dan er bovenop zien ze de wagens niet rijden, dus dat geeft alleen maar frustratie. <tie> en ze zitten in de modder. En ze zitten nu in de dat modder. Dat ook nog eens. Ja. Um, ja, het ziet er trouwens slecht uit voor uh, Spa. Ik ga zo meteen gaan we het nog even over de race hebben van, uh, van gisteren, maar het ziet er echt niet goed uit voor de toekomst van Frank Schor in de Formule 1. Uh, volgend jaar zouden volgens uh, Liberty Media er 24 races maximum zijn en 16 daarvan zouden buiten Europa gereden moeten worden. Dat is wat ze willen doen. Ja. Uh, wat ligt al vast? Silverstone, Hongarije, Zandvoort, Imola, Monza en Spanje. Die liggen al vast. En dan Monaco, daar gaan ze vanuit dat dat wel geregeld zal geraakt worden. En dan zijn er nog Frankrijk en België. En er was sprake van een wisselwerking tussen Frankrijk en België het ene jaar in Spaat, het andere jaar ergens in Frankrijk. Want nu willen ze blijkbaar ook in Nice beginnen rijden daar. Nice. Um, heel nice. <laughs> Schoon, dankjewel, Sam. Um, maar. De Belgen waren daar geen fan van. Nu zouden ze dat wel meer zien zitten. het begint realistischer en realistischer ja, te worden: dat de grote prijs van België worden, wegvalt. Maar, het, maar het, ja, hoe langer hoe meer wordt het ook jammer. Hè. Ik bedoel, dat het mooiste circuit, of de, de baan die erkend wordt bij alle teams en piloten, zijn het mooiste circuit ter wereld. Dat valt straks van de kalender af van de belangrijkste tak van, van autosport. Dat zou gewoon heel jammer zijn, maar de situatie van vorig jaar heeft daar waarschijnlijk niet aan geholpen. Maar hebben de rijders daar maar... nu echt zo weinig over te zeggen? Want zoals jij net zegt, Mark, iedereen zegt dat. De, de rijders hebben er niks over te zeggen. Dat is toch, dat ook is toch eigenlijk een, maar... ook een kleine schande? Ja, ik denk, ik denk ja, op, zich, op zich wel, want ze zijn natuurlijk onderdeel van het verdienmodel. En mensen komen kijken voor hen. Tuurlijk. Maar... Ik vind, het gewoon, ik vind het hele proces ook pijnlijk. Er wordt zoveel over gepraat. En, 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 en ik snap gewoon niet heel goed. Je maakt wagens die beter moeten kunnen racen met elkaar, die beter elkaar moeten kunnen volgen. Wagens die zwaarder zijn, dus die sowieso in trage bochten het veel moeilijker hebben. Dat zagen we hier in Canada ook in die hairpin. Daar is het wel moeilijk om elkaar te volgen. Hè. Het is in de, in de medium en high speed dat het werkt. En dan gaan we naar allemaal straatcircuits. Dat is sowieso veel minder high speed. Is, ja, Op de rechte stukken. Dus het, is, het zijn twee richtingen dat ze gaan. Hè. Ze maken auto's voor, voor betere auto's zo gezegd, voor echte circuits. Snellere circuits. Zoals Spa. Met lange bochten. Maar ze willen een allemaal straatcircuits doen. Ik vind dat super onlogisch. Dat is niet de way to go in mijn ogen. Ja, een grote, een grote prijs in Nice. Zitten we daarop te wachten? Nu, dat klinkt heel nee, cynisch, nee. die vraag, maar het is, wat Sam zegt, opnieuw een stratencircuit. En een paar, dat is cool. Dat we, dat we een paar hebben die er eens tussenkomen, dat is tof. Maar het moet niet allemaal zo Ik denk worden. dat we binnenkort met Formule 1 ook op Ovalen gaan rijden. <laughs> ja. Het is gewoon nieuw management. Uh, mensen die een andere background hebben, die, die naar andere sporten kijken om te zien hoe het daar moet. Uh, ja, ik. Uh, ik snap het niet goed, want er zijn gewoon een aantal tradities die ze moeten proberen in ere te houden mm. en, en dat zijn ze op dit moment niet aan het doen om, omwille van verschillende commerciële redenen waarschijnlijk. Mm. Um, maar hoe enthousiast dat de mensen nu Formule 1 aan het pimpen zijn, de, de fans en, en iedereen buitenaf en, en de media, mm. uh, het zou straks wel eens andersom kunnen zijn. Denk ik. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er gisteren gebeurd is. We hebben dan 15 rondjes spektakel gekregen, tenminste we hebben we close racing gezien tussen Verstappen en Sainz. Maar we hebben ook gezien dat science er nooit echt in geslaagd is om daar voorbij te geraken. Want jij zei het nog tijdens de race ook gisteren, denk ik, Sam. Van ja, het enige spektakel dat we te zien krijgen is als iemand met DRS de andere kant ophalen. Ja. Inhalen. Ik bedoel, is dat, is dat waar wij tevreden mee moeten zijn? die replay is. Ja, iemand steekt die met anders voorbij en met hem 30 km per uur sneller gaat. Ik bedoel, dat is niet racen. Met de juiste voeding kunnen we waarschijnlijk al een hap ook leren. Ja, bedoel, dat is gewoon, ik bedoel, het dat, dat gaat niet over die piloten. Het is gewoon belachelijk dat dat, dat, dat het paradepaardje van de Formule 1 is geworden, het DRS. Ik haat dat echt. Het gaat over uitenham over in de snelle bochten er kunnen langsblijven, een iets lijn lijnpakje, een soort van switchback doen. Ik bedoel, er zijn verschillende mogelijkheden van, 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 van inhalen. Maar ik bedoel, wanneer hebben we dat al gezien dit seizoen? Dat frustreert me toch eigenlijk wel. Als we wagens bouwen die dat moeten kunnen. Pff. Fuck. Het Leclerc tegen Verstappen-duel, in de eerste grote prijs zeker. Toen hebben we echt een paar ja. hele leuke duels gezien. Dat klopt. Dat ja, maar ook omdat ja, ze proberen het van elkaar af te pakken op voorhand, voordat ze aan die DRS-lijn kwamen. Ja. Eén keer als ze in die DRS zaten, dan gebeurt er net hetzelfde als wat er midfield gebeurt. Maakt, maakt niet uit met welke auto dat je rijdt en hoeveel talent dat je hebt. De DRS, ja, het vleugeltje gaat open en ze rijden elkaar voorbij. En inderdaad, dat is, het is niet zoals vroeger. <laughs> <laughs> um, maar wat ook wel opviel dan, Sainz heeft echt wel geprobeerd 15 ronden aan een stuk om verstappen voorbij te geraken. Ja, de conclusie is heel simpel: Max Verstappen is gewoon sneller dan, dan Carlos Sainz en dan misschien wel iedereen buiten Charles Leclerc. Ja, de, de nuance is: er, er is nuance in de zin dat de enige reden waarom dat Sainz kon blijven hangen aan verstappen was 3 d zones. Dat was de enige reden. 2 d zones voor. Start-finish, richtstuk en dan daar nog eentje. Dat was de enige reden. Anders had hij in pace nooit gevolgd. Ze hebben het gewoon weggereden. Ik bedoel, de boel is sneller. High speed, high top speed eigenlijk. Plus, um, bij Ferrari hadden ze een soort van configuratie met, met minder downforce achteraan. Uh, minder uh, low downforce, rear wing om het zo te zeggen. Achtervleugel die, die minder downforce geeft. Maar op het moment waar ze niet op hadden gerekend dat ze zo weinig tractie gingen hebben en voor die low down force wing te doen werken en die 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 goede, ja, acceleratie te acceleratie hebben ja dan moet je natuurlijk ook tractie hebben en dat men dat om die setup te doen werken hè. dat zagen wij heel duidelijk je zag die altijd net te weinig hebben om die de rest dan te doen slagen dus... ja en ik vond ook als je zag bij het uitkomen van de herpin ze konden wel op het gas gaan maar dan moesten ze short shiften dan gebruik ja. je niet de volle power uh, natuurlijk moet je natuur je moet ook gaan opletten, als je de volle power geeft, ga je banden sneller verslijten. Dus het is, het is ergens een compromis dat je moet, moet gaan zoeken. En dan is nog de vraag: in hoeverre hebben ze een afstelling aangepast voor qualifying toen het nat was? Ja. Met de welke ze ook moeten rijden in de drogen. Dus dat zou ook nog wel eens ergens een rol kunnen gaan spelen. Maar het was gewoon heel duidelijk. Als pakket stond Red Bull gisteren op een niveau waar geen enkel ander team aan kon. Hm. Ja. En dan heb je nog het individuele talent van Max Verstappen daar nog eens bovenop. Ja, en die ook de situatie leest. Want ja. wij zien dat uh, Sainz niet de juiste tractie heeft, maar dat had verstappen ook al lang in de ja, gaten. Ja. Ja. Dus die, die ziet die, ook als hij de bocht op dat spel. Hè, dus hij gaat ook bij wijze van spreken zichzelf parkeren in het midden van de bocht. Om dan een goede exit te hebben, want hij weet dat die Ferrari dat gewoon niet kan. Nou, dat is interessant om nog wat dieper uit te leggen: hè, dat parkeren. Wat het eigenlijk is, wat je dan ja. eigenlijk doet. Ja, wat ga je doen? Je gaat zelf niet te veel risico nemen bij het insturen, niet te laat remmen. Je gaat alles mooi controleren zodat je mooi bij die apex kan geraken. Aan de binnenkant van de bocht kunt komen en dan vlot op het gas kunt gaan. Want je weet dat de wagen achter jou niet vlot op het gas kan gaan. Ja. En je weet door vlot op het gas te gaan dat je bij wijze van spreken een bepaalde afstand gaat creëren. Mm. De enige manier voor Sainz om terug te komen is bij het remmen. Dan gaat hij dat gat dicht remmen. Verstappen op dat moment opnieuw gecontroleerd. Deze gaat een beetje meer effort voordoen, het lukt weer niet, komt niet goed bij die apex, heeft nog slechtere tractie. Dus het is, het is gewoon een, een, een kat en muisspel op dat moment dat Verstappen gaat creëren. Hij ja, nou, gaat gewoon ja. iets vroeger remmen, iets rustiger de bocht in, om alles op alles te kunnen geven bij... bij de Plus, reactie. die gaat een beetje het momentum eruit halen bij Science. Hè? Ja, die zit geblokkeerd. Dus die, die kan niet weg. Dus eigenlijk, als Science met genoeg rolsnelheid in die bocht zit, gaat Verstappen net iets onder de limiet rijden dat, dat, dat Science bijna moet wachten. En dan is eigenlijk het ritme... En de sequentie van die bocht is er dan uit en dan komt de timing niet meer en dan is die exit slecht. Inderdaad, dat is een spel dat verstappen natuurlijk na al die jaren. heeft perfect gespeeld. heeft hij perfect is. gespeeld. Ik denk inderdaad ook in zijn helm, voor ons leek het van oh, bijna, bijna, veertien ronden lang. Ik denk dat hij heel goed wist wat hij aan het doen was en voor ja, hem hij was dat gewoon… Hij heeft zich gewoon twee ronden in de spiegels gekeken en voilà, dan geen werk meer hoeven te maken. Dus, uh, maar dat is de reden waarom dat hij ook wereldkampioen is. Je hoorde ook achteraf dat hij zei van ja, nou, die laatste rondjes, dat, is leuk, dat was fun. Dat zegt, ook, dat zegt ook genoeg, hè? Ja, maar het was ook fun. Ja, sorry, alleen, zo. alleen, ik denk dat hij. Ja, op dat moment zegt hij ook van. Oh, oh, hij begon dichter te komen en ik kwam een beetje onder stress. Maar ik denk niet dat hij op, op, geen, ik denk dat hij op geen enkel moment stress heeft gehad gisteren. Um, wat is er gebeurd met uh, Tsunoda? Weten we dat al? Want daardoor kregen we vijftien spannende <laughs> rondjes. Tsunoda die de, de pit uitkomt en dan gewoon. Ja, we, we hadden zo tegenstrijdige mening daarom. Ja. Maar ik heb, ik heb nog steeds niks gevonden op internet, wat zegt dat het een technisch probleem was, wat ik denk dat had gebeurd. Okay, Sam. Ja. <laughs> <laughs> ik, allee, het gebeurt. Maar het leek inderdaad wel hè, wat Mark zei dat dat, dat buitenste linkerwiel niet helemaal meedraaide. Ik dacht puur dat, dat het een, 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 een driver's error was, dat die, Blijkbaar is er dan een hobbeltje op de exit, waar dan achteraf um, in die. Noemen ze het? Is het de battle room, of hoe noemen ze het na het podium, idee, uh, waar ze, waar ze zo vrij uit praten? De yeah, green room. De uh, green room. Battle room, ik weet niet waarom ik dat... Anyway. The, the room. The room. The room. The room. Escape room. <laughs> um, daar daar zeiden dus ze ook, dat zei science van ja, ik heb daar al heel het weekend schrik van, van dat hobbeltje te raken op de pit exit. En natuurlijk, als je dat hobbeltje raakt, dat betekent dat als je op dat moment remt, dat je wiel eigenlijk net in de lucht, lucht zit en dan blokkeert. En, en als je terug neerkomt, een fractie later, blokkeer je. Natuurlijk op een band die nog niet volledig warm is of op druk staat, dan heb je dat nog veel gemakkelijker. Dus um, het leek voor mij gewoon puur dat hij gewoon iets te diep ging, iets te lang op het gas, iets te laat geremd. Heel klungelig, stom foutje, als het dat is. Dus ik geef het nog een beetje... Ja, kijk, ze staan, niet, uh, ze staan niet een uur na de wedstrijd te vertellen. wat er fout ging met een auto. Dat is ook uh, absoluut een gegeven. Ja. Um, het leek inderdaad dat hij, dat hij veel te snel die bocht wou ingaan. Hè, want hij komt de pitlane uit om, om toch nog zijn positie te kunnen houden. Um, maar op het moment dat hij stuurde. leek het mij overduidelijk dat het linkerwiel niet reageerde zoals het moest reageren. Mm. Dus het is, het is misschien ook wel een, een, combinatie. Een, een combinatie van de twee factoren. Maar ja, het is. Ja, een beetje lullig. Hè. Als je de pitlane uitkomt en je gaat vol de muur in en daardoor wordt dan straks misschien nog het, het resultaat van de wedstrijd beïnvloed voor anderen. Dan, hè. Want voor hetzelfde geld had Sainz er wel over kunnen. Uh, ja. Als het dan driver error is, dan, dan ben je niet blij mee. Hè. Weet u al wat er aan de hand was met Perez? Versnel is back. Staat jij goed opgemerkt? Euh, ja, hij zat, die... zat uh, vast in een versnelling of, of ja. tussen versnellingen in. Uh, het, leek, het leek zelfs bijna alsof hij neutraal stond. Dat hij gewoon maar gas had te geven, dat er niks gebeurde. Uh, maar ook daar, hè, de, de, er is nog niks uitgegeven van wat er precies ja. technisch fout ging. Dus ik denk, ik denk dat dat misschien nog een beetje te vroeg is om, ja. om de technische mankementen al, al te kunnen analyseren. Bij Alonso was er wel iets: hè. die had blijkbaar een, 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 een luchtlek uh, in een motor. Okay. De power unit dat dan begon op te spelen vanaf ronde 20. Dus als het warmer werd um, en daar verloor hij substantieel wel wat snelheid mee op het rechte stuk. Dus dat verklaart een ja. beetje waarom hij niet ook niet. Want eigenlijk, wat Ocon Con heeft gedaan, en Alonso was een beetje gefrustreerd: van ah, ik ben heel het weekend rapper, je kent hem. Um, dat was ook wel zo. maar. Ocon heeft gewacht op hem om hem DRS te geven, hè. om te zorgen dat hij elke ronde DRS had en dat hij weg kon gaan van Bottas die, die aan het achtervolgen was. Maar blijkbaar kon hij dus niet over Ocon door, de, door die luchtlek. Okay. Um, nog een paar dingen voor we ermee gaan uh, stoppen voor vandaag. Uh, gaan we Nicolas Latifi nog zien in Silverstone? Want daar is veel rond te doen. Um, zou vervangen worden door uh, Piastri. Um, die als de reserverijder nu van Renault, uh, wereldkampioen in Alpine, de Formule 2. Ja. Vorig jaar, ja, van Alpine. Uh, wereldkampioen bij de Formule 2. Vorig jaar, uh, gigantisch talent. Latifi heeft al genoeg bewezen dat hij niet goed genoeg is om echt mee te doen. Zeker als je nu ook het verschil ziet met Alben in die, in die Williams-wagens. Um, maar Papa Latifi zou wel 15 à 20 miljoen op tafel hebben gelegd voor dit jaar. Dus... Maar niet talks, hè. Kijk, Latifi. Uh... Ja, laat het niet zien. We zien Albon dan tenminste nog links- en rechts een keer ja. iets moois doen met die Williams. Latifi helaas niet. Piastri verdient een kans. De vraag is alleen: is dat de juiste auto voor hem om erin te komen? Hm. Het zou in het geval van het stoppen van Hamilton voor Piastri het bruggetje kunnen zijn richting Mercedes. Mai. Er zijn een aantal manieren dat je erover kan denken. Maar kijk, het, het verhaal blijft hetzelfde. Latifi zit het er omwille van het geld. Kan het op dit moment niet bevestigen op sportieve wijze. En Piastri heeft laten zien dat hij bij de betere hoort. En, en heeft tot hiertoe geen kans gekregen. Dus het zou logisch kunnen zijn. Uh, maar goed, het geld is ook belangrijk bij Williams, denk ik. ik Heb je ook gelezen dat Jos Capito afviel van Mercedes. Ik, dat, ik, ik, ik was ook aan het denken, wat kan de mogelijke link zijn tussen Alpine en Williams? Er is er geen, buiten, als je een motordeal maakt. En in die motordeal zit Piastri. En, en je krijgt korting op je motoren als je Piastri in je team opneemt. Dat is ook veel geld. En, en in die zin kunnen ze het geld van de familie Latifi wel, wel counteren. Maar dat lijkt mij ook de enige, enige reden. En als je dan uh, Otmar Sassenauer. Oh, zo moet ik een naam, hè, jongens toch? Valt ook niet schrappig met te verzinnen, dat is ook frustrerend. Maar als je die aan het woord hoorde, die zei: van, de vraag was heel, heel rechtuit. Rijdt Piasti volgend jaar van Berlijn? Yes. Hé, hey, dat je dat, dat zegt in een pressconference, dan moet het toch wel. Uh, dan moet je het weten. Natuurlijk. Dan, moet je, dan moet er al iets besproken zijn. <laughs> ja. Ja. Zie je dat gebeuren, dat Williams effectief zegt van uh, Mercedes? Het is goed geweest, want uh, blijkbaar zou Jost uh, het een beetje gehad hebben met de macht van Toto Wolf. Zou dat, dat zou een van de redenen zijn, zou zeg ik, ik heb het ook gewoon gelezen. Zou een van de extra argumenten zijn voor Williams om over te schakelen naar een Renault motor? Oh, ik vind dat een heel moeilijke oefening. Dat is moeilijk, maar er zijn ja, echt wel ja. zo pro's en cons. Nu goed. Laat wel zien dat ze het kunnen op dit moment. Dus, dus hebben ze ja. ook wel power als er geen luchtlek is. <laughs> uh, ja, en, een, en een extra team hebben, is extra data, extra info. Op het moment dat je het goed aan het doen bent, kan dat wel. Ja, misschien is de al push Pien wel effectief op zoek naar, ja. naar, een, naar een tweede team hè, om, om mee extra bagage binnen te brengen. Williams is natuurlijk wel een team met een serieuze background, een hele historie die erachter zit. Um, ja. Nu ook met de nieuwe eigenaars, misschien dat daar, er is een, een nieuwe wind in dat team, dat is logisch. Ja. Ja. Zeker sinds Jos Capito daar het heeft overgenomen van Claire Williams, er is daar wel een beetje verandering duidelijk in dat team. Ja. Ze durven wel allez, ze durven afstand nemen van de, van de misschien tradities die ze gehad hebben om het te doen werken. Ze, hè? ze zijn ook ja, heel veel jaren een topteam geweest. Ja. In de laatste jaren zijn ze er niet bij. Dus ze zijn misschien inderdaad wel op zoek naar, naar verandering, naar verfrissing, naar ja, andere aanpak andere werkwijze. En ook wel is stof, misschien ja. dat daar is geen. Ja, het zou wel mooi zijn voor de, voor de sport, zou het wel mooi zijn. Maar dus Piastri, durven, Williams, Williams. Ja, nee. Als dat Mercedes stopt, dan gaat hij natuurlijk ja, niet naar Mercedes. Naar Mercedes. Hè. Dan wel naar Alpine, want daar zit Ocon zit daar met een redelijk langdurig contract, zeker nog nou, twee jaar. Als Alonso Alonso gaat toch niet tot zijn 45 zijn 45e blijven rijden, of is dat de Tom Brady van de Formule 1? Die gaat blijven rijden. Nee, doorgaan. maar dat weet ik niet. Als je, mee, als je straks met Piastri in, in het begin van zijn Formule 1 carrière Samen met Ocon, dan weet ik niet waar dat uw nummer 1 rijder nee, zit. Nee. Ik denk dat ze allebei nog niet op het punt sta staan om een rol van betekenis te kunnen, kunnen als invullen, lead driver, zoals en Alonso dat nu doet. Ja. Ocon is ook wel agressief met teamgenoten altijd geweest. Dus Twee kimphanen ja, bij elkaar. dan gaat het alleen maar erger worden, want Jastri ja, gaat goed. ook zijn, zijn ding willen doen. Dus. En bij Alonso ah. doet hij dat niet, ook omdat hij volgens mij ook gewoon te veel respect heeft voor... Maar hij heeft het gedaan, hè, daar die verdediging. Uh... Als je het vergelijkt met wat hij bij, bij Perez vroeger deed, bij Wasting Point. Natuurlijk, of Bij Fortunia Alonso... toen was het echt wel van een totaal andere orde ja. dan wat hij nu laat zien bij Alonso, in mijn ogen. toch Ja, maar ik denk dat Alonso ja, ook nog altijd wel... Iets sterker voor de dag komt dan Ocon. Ik denk dat van het moment dat ze gelijk gaan strijden. dat ze dan misschien wel wat meer wrijving gaan krijgen. maar, maar dat is op deze moment nog niet. Ja. Als Ocon, zoals dit weekend voor Alonso komt. dan is het inderdaad omdat er ergens een probleem is. of een situatie met een 70 jaar. waar het strategisch misgaat. of in de pits gaat het mis. Mm. Maar puur op snelheid zie ik Ocon nu nog niet een aanval plaatsen bij, bij Alonso. Ja. Maar ze zijn wel ambitieus bij Alpine, dat is duidelijk. Al jaren. Tenminste, het Renault-project dat een Alpine is geworden. Ze wilden terug meedoen voor de overwinningen. Dat zit er nog niet echt in. Maar je ziet wel dat die... Voor de eerste keer... ...evolutie er ja, is. Voor de eerste keer in, in die hele revival, die al tien jaar lijkt te duren, ja. um, lijkt het te gaan werken. En ze zijn er en ze doen het goed. Stap voor stap. Even nog een korte vergelijking, dat we dat ook vermeld hebben met McLaren. Slecht weekend. Grijze muis. Super slecht weekend. Bijna niet gezien. Heel slechte pitstop. Daar gaat hij meiweer een door in Noordzee samen die kwamen tijdens die virtual safety car en dan Norris het wiel dat er niet op geraakte denk ik. Um, het enige lichtpuntje is daar voor Danny Rick die zijn sprong sinds Baku wel een beetje heeft gemaakt denk ik. Ja, misschien heeft hij. Is een, er terug hè? Klik kunnen maken toch niet sterk genoeg om echt op te vallen. Nee, nee niet met die heel, wagen. Tijdens heel de wedstrijd gisteren is er over hun niet gesproken is ah. we Over geen, geen van beide McLarens. Dus, Enkel intern. Okay, hij zal misschien voor zichzelf wel ergens een sprongetje gemaakt hebben, ja. maar niet in die zin dat iedereen het opmerkt. Mm. Oké, okay, goed. We moeten afronden. Mark, dikke merci om uh, nog eens bij ons te zitten. Drie ja, dagen ja, af, Het is een merci hele uitdaging, dat weten we, maar bedankt om het vol te houden. Dank je wel. Nu heb je twee plezier. weken rust. Oh, dank u. Okay. Sam, merci. Plezier. Uh, over twee weken is de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Dan is het met Stijn De Weert. Die gaat er dan heel het weekend zitten. En die zal ook maandag voor het eerst in deze zetel zitten om uh, de paddock te doen. Ik ben dan aan het bekomen van Werchter. Het spijt me. Prioriteiten. Prioriteiten. <laughs> Prioriteiten. Het mag ook eens een keer. Mag ook eens een keer. Dus uh, wat mij betreft tot over drie weken. Maar over twee weken is er een nieuwe aflevering van de paddock. Dan is het met Stijn. Dus uh, mis die zeker niet. Bedankt voor het kijken uh, en voor het luisteren. En tot de volgende keer. Salut. Ikan keli.